Het is jullie misschien al opgevallen dat de laatste week de vlogs heel anders zijn. Je filmt natuurlijk je echt leven, maar het is wel een grens waar je tegen iedereen vertelt of zo. Nee, dat mag niet. Laten we gewoon even lopen. Even in dat Google-boek kijken. Een hele goede morgen, dames en heren. Welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Kijk eens hoe het zonnetje hier aan het shinen is. Prachtig, toch? Bijna geen wolkje aan de lucht. Ja, zelfs geen wolk aan de lucht, denk ik. Bo komt nu ook de auto ingestapt, want we gaan met z'n tweetjes naar Sammy en Evie toe. Hallo. En we gaan daar lekkere pannenkoeken eten. Nee. Ja, ik het toch? Nee. Gaan we geen pannenkoeken nee. eten? Oei, ik dacht dat we pannenkoeken gingen eten. Overschot van... Ook goed, we gaan alleszins lekker eten. Let's go. Oh, dat is raar. Dat is gek, hè? Dat leek echt of wij een break-up video gaan opnemen. Oké, we gaan eerst en vooral geen break-up video opmaken, nee. Of opnemen, zo lijkt het wel. Het gaat super goed tussen ons. Ja, maar het gaat wel even over iets anders gaan, iets serieuzer wat we normaal nooit doen. Maar het is jullie misschien al opgevallen dat de laatste week de vlogs heel anders zijn, naar mijn gevoel toch. Ze zijn veel korter, mm-hmm. Er gebeurt... Ja, op een of andere manier toch veel minder. Maar het gebeurt in ons leven wel. Maar toch gebeurt er ook weer veel. Maar, ja, de reden dat ik eigenlijk al de hele week ook bij Bo ben, want dat is ook gewoon een dingetje, ik ben al heel de week bij Bo blijven slapen, is omdat, ja, uw opa had begin deze week een hersenbloeding. Ja, een klont erin zijn hersenen. Ja. Dus dat was wel even schrikken voor heel de familie, voor ons. Ook omdat we daar echt heel veel komen. Ja. Dus ja, daarom ben ik sowieso de hele week bij Bo blijven slapen voor te steunen en voor bij de familie te gaan helpen. En was het ook gewoon niet zo fijn om zoveel te vloggen. Nee. Dat ging ook niet. Want we komen wel elke dag in het ziekenhuis. Maar... Ja, maar dat film ik natuurlijk ja. niet. Gisteren is uw opa ook voor de eerste keer thuis mogen komen, want het is vandaag zondag. Ja, maar hij is wel terug. Ja, hij is nu wel terug naar het ziekenhuis, maar hij mocht een namiddagje thuis komen. Dat heb ik natuurlijk ook allemaal niet gefilmd. We hebben eigenlijk gewoon heel veel met familie gedaan. Ja, we zijn veel bij familie geweest. Ja. Ja. Veel tijd gespeeld. En uw papa is natuurlijk ook al 2 dagen in het land, ja. Dus daar zijn we ook al heel veel bij geweest. Maar dat is eigenlijk de reden dat de vlogs eigenlijk een beetje anders zijn de laatste dagen. En je voelde je er wel... Ja, ik voelde mij daar gewoon heel raar over, omdat het is raar om dan in zo'n periode te gaan vloggen, omdat er zoiets serieus gebeurt. Op zo'n moment heb je wel, oh, er is wel een grens tussen... Ja. Oh, ja, het echte leven. Allee, je filmt natuurlijk je echt leven, maar er is wel een grens waar je tegen iedereen vertelt of zo. Op dat moment was dat nog heel nieuw. Ja, bijna niemand van mijn vrienden weet het ook. Of... En dus... nu hadden we wel zoiets van, we kunnen het wel delen, omdat zij ook zien dat we misschien... En omdat het nu, trouwens, ook misschien wel heel leuk om te vertellen, het gaat wel veel beter. Het gaat beter. Dus dat is ook heel goed. Ja. Hij gaat revalideren, maar... En hij doet het al goed. Heel goed. Ja. Dus we zijn allemaal eigenlijk vrij positief verrast met hoe hij nu is. Dus dat is eigenlijk al heel goed. Ja. Maar ja, daarom eigenlijk dat de vlogs, zoals ik al 3 keer heb gezegd, anders zijn, korter zijn. Dat ik daarom ook de hele week al bij Bo ben. En we dachten, we moeten het toch even vertellen. Want ik voelde, mij er, ja, ik voelde mij er zelf heel raar bij om niks te vertellen aan jullie. Want normaal, alles wat ik meemaak in mijn leven, of als er mindere dingen zijn, dan deel ik dat ook met jullie. Nu ben ik de laatste weken wel echt enorm aan het focussen op positiviteit. Ik hoop dat jullie dat ook al gemerkt hebben. Maar ja, soms gebeuren er zo'n dingen zoals dit nu, wat je niet onmiddellijk kunt vertellen. Maar dat we nu dat gewoon wel kunnen delen, want anders denken jullie misschien ook van, wat is hier allemaal aan de hand? Ja. Dus, ja. Je merkt ook wel grappig, Senne loopt overal met zijn camera. Maar ik film overal, maar hij filmt dan zaken niet. Ja. Zelfs in het ziekenhuis zit hem daar met zijn camera. Terwijl je opa wel zegt, zou je hier niet eens iets filmen? Ja. Wat wel heel grappig is, dus ja. Maar hij support je gewoon heel erg. Ja, Boer opa echt is misschien wel mijn nummer 1 fan bijna. Die kijkt elke dag. Samen met de oma. Ja. En ja, we kwamen nog maar binnen en hij zei... Onze oma... Zou je dit niet filmen hoe een keer leeg zijn? Maar ja, dat gaan we natuurlijk niet doen, want ja... Ja, in het ziekenhuis... Maar ja, zo, dus, een beetje... Ja, sowieso, dat doet je niet. Ja. En een beetje privé. Je ligt er ook met andere mensen. Ja. Maar dus daarom even ja, een stapje terug. Even iets minder in de vlogs. Even rustig even aan. Tijd voor... Ja. Ons gezin. Ja. Familie is belangrijk. Dus dit is trouwens ook de eerste keer echt in de week dat ik terug hier ben. Ja. Of dat we samen terug hier zijn in mijn eigen huis. Want we zijn nu gewoon bij mij thuis. En we nemen dit even op. Zelfs ga ik wel terug naar Bo. Ja, gezellig. Ja. We gaan ook bij ons omaatje kijken. Yep. Bij mijn omaatje.
Ze zijn nu zo wel alleen. En we gaan misschien nog langs je papa even spelletje spelen. Zo raar, ik heb vandaag niks gefilmd eigenlijk. Alleen dit, ik heb de alleen de, ik heb alleen de intro gefilmd vandaag. Maar omdat we vandaag heel de dag bezig zijn... Oh. Omdat we vandaag heel de dag bezig zijn geweest met hem. Inderdaad. Ja, eigenlijk al de hele week. Kun je niet alles filmen. Maar goed, het gaat terug goed. Het gaat beter, dus de vlogs zullen sowieso ook weer... Positiever worden. Positiever en langer worden, dus dat is. Dan worden we even delen. Wat gaan we nu doen? Nu naar de oma. Ja. Ga ik het hier al afsluiten? Nee, nog niet, hè? We zullen zien, hè. We zullen zien. Ik ga hem voorlopig nog niet afsluiten. We zullen zien wat de avond nog brengt. En misschien tot in het volgende shot. Weet je wat ook misschien nog wel grappig is of zo om te vertellen? Kunnen we dat vertellen? Dat de opa is eigenlijk thuis opgehaald door de brandweer. Ja. En door het raam. Hij is door het raam helemaal getild met een kraan. En hij zei tegen ons, dat je moet filmen voor je vlog. Deze man, ja. Nooit. Hij denkt ook zo vaak mee voor video-ideeën en zo. Maar natuurlijk gaan we daar niet filmen, want ja, het zou maar raar zijn. Maar het was wel grappig dat hij dat dan zegt, dat je moet filmen. Dat was drama geweest voor in de vlog. Wil je niet mijn nieuwe ring laten zien? Ja, laat je nieuwe ring eens zien. Even positief, leuk momentje. Hij is roze. Een mooie ring. Ik heb hem gekregen. Hebben we vandaag gekregen? Heb jij die vandaag gekregen? Ja. Dank je, Evie. Doe even een like voor Sanne, want hij doet zo zijn best voor de vlogs. Hallo, welkom bij de goochelshow. Mo heeft nog nieuwe goocheltrukken. Ja, jij mocht 3 keer proberen om telkens 2 glazen om te draaien, zodat ze allemaal zo naar boven staan. Wacht, wat? Ik snap het nu al niet meer. Jij mocht telkens 3 keer zo 2 glazen omzetten, tot ze op het einde allemaal naar boven staan. Oké. Ja, probeer maar 3 keer. Hier, hou maar vast. Ik wil dat eens even doen. 3 keer mag ik? Ja. Mag ik ook andere pakken? Ja. 2 glazen telkens. Oei. Dat is nul verloren. Ja. Oké, dan ga ik eens proberen. Even in haar goochelboek kijken. Klaar? Nee, maar waarom zet je nu die al zo? Zoals jij zit begonnen. Ja, zo ben ik begonnen. Ja, klaar? Ja. Dat vindt ze fijn, hè. Goed gedaan. Nee, maar ik kan dat ook. Hou maar vast. Kijk, hè. Big thinking. Wat? Ja, maar nee. Wat? Ik weet het. Wat dan? My man. Kijk, je hebt nu nog een truc. Ja. Ik ga zo het water laten lopen en jij moet proberen zonder de handdoek nat te maken en je handen los te laten, die te bevrijden van de kraan. Oké. Hou je maar vast, hè. Ja. Dan moet ik filmen. Dus ik moet nu weg? Ja. Je mag niet de kraan open doen? Nee. Nee, dat mag niet. Het water moet blijven lopen. Oh, wat zit je nu? Wacht, dat kan ik zelfs niet filmen wat je aan het doen bent. Sanne, dat kan ik niet filmen. Je bent ook veel te groot voor mij om dit te filmen. Ja, wat moet ik doen? Ja. Wow. Nee, dat mag niet. Mag dat niet? Oké, dus uw poging is geslukt. Ja. Nu gaat Bo het weer voordoen. Mag jij de kamer open doen voor mij? Voilà. Ja. Ja. De kraan is blijven lopen. En alleen de handdoek mag nat worden. Dat is nat. Wauw. Goed. My man. Dit zijn wel echt next level goocheldrukken. Goed. Ja. Zo mensen, wij zijn weer lekker thuis bij Boor thuis. Ik blijf er nog een nachtje slapen. Morgen ga ik wel waarschijnlijk terug bij mijn thuis slapen. Maar we hebben nog even wat goocheltrukken gedaan, zoals jullie zagen, was wel lachen. En nog even gechilled bij Boor, papa en Evi. En nu gaan we lekker slapen, want morgen is het maandag en je hebt stage. Dus mensen, dit was de vlog. We zien jullie morgen weer. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een nieuwe vlog. Ciao!